Je moet je eigen altijd beschermen tegen indringers, ook als je aan het koken bent, ook als je aan het koken bent. Een pepermolen slash knuppel, daar slaat ik zijn eigen mee uit de ogen, echt waar. Kom maar binnen hoor, als ik mijn entrecotte staat in te peperen. Kleine demonstratie, op z'n muil! Weet je, ik ga het ieder jaar wintersport, maar bij mij is het ook crisis, dus ik heb een eigen alternatief. Ik pak bij mij de zwarte dakpanpiste. De Rotterdamse Kai Gorgels is erg populair met zijn typetjes. Op zijn Facebookpagina heeft hij ruim 17.000 likes. Ik word herkend op straat, dat is wel heel apart. Ja, beroemd wil ik het niet echt noemen, maar ik heb wel eens dat mensen me aankijken en dan komen ze naar me toe en zeggen: hé, jij bent toch die gozer van die filmpjes? Dan zeg ik: ja, dat ben ik. Dus dat is wel heel raar. Nou, ze hebben mij wel eens proberen te beschuldigen dat ik wat agressief zou wezen. Is niet waar. Nee, is niet waar. Oversteken nou! Agressief ben ik niet. Bij vrienden was ik altijd de clown aan het uithangen. En op een gegeven moment zijn een aantal vrienden tegen mij van: ja, dat moet je eens opnemen. En ik dacht, ja, opnemen, daar kan ik maar geen zin in. Nou, toen verveelde ik me een keertje en toen ben ik het toch maar eens een keer gaan opnemen. En ja, ik kreeg er superveel reacties op. En ja, aan de hand daarvan is dat eigenlijk ontstaan. Toen dacht ik, maak een Facebookpagina aan. En binnen no time kreeg ik ontzettend veel likes erop. Ik deed via internet omdat ik mezelf kan verschreeuwen achter een toetsenbord. Ik ben zelf verzekerder. Ik schaam me minder. Ik merkte wel dat ik bij real life dit in mijn veilige omgeving miste. Daar heb ik een oplossing voor. Voel, lekker Tito. Je zou denken dat de meeste mensen die het zien uit Rotterdam komen, maar dat blijkt dus niet. Mijn neefje die woont in Limburg en die had mensen in zijn klas zitten die filmpjes aan het kijken waren. Ja, in Rotterdam op straat, in de stad. Het is heel apart, maar blijkbaar bereikt het heel Nederland. Ik ben Aad Voorraad. Mijn leven bestaat uit bevoorraden van mezelf en de buurtbewoners in de week. Nu heb ik bijvoorbeeld een sterk idee dat de buren geen brood in huis hebben. Ja, daar word ik paniekerig van. Dus die ga ik even bevoorraden. Dus ik ga langs met brood. Nou, ik sta nu dus bij de buur voor de deur en ik ga dan even brood bevoorraden. Zo, even naar binnen stoppen hoor. Ik doe niet heel de dag gek. Ik vind het wel leuk om gek te doen, maar vaak deed ik het alleen in het weekend. En nu doe ik het door de week, zo ook als ik een filmpje opneem. Hey, luister eens, Pabeltje van Rijnmond. Je bent al bijna 15 minuten binnen. En ik heb zoiets wegwezen, want ik word ook niet betaald. En als de BBC nou langskomt, dan zeg ik: oké, daar wil ik best een kwartiertje vrij voor maken. Maar nu, wegwezen, ik heb jullie alles verteld. Ik ben ook klaar met dit interview. Ik vind het een interview van weinig niveau, weinig inhoud. Mijn huis uit, weg. Klaar nu. Verdomme.